Hey guys, voor de volgende tutorial zullen we het voetenwerk gaan bespreken. Joffrey gaat het voordoen. Yeah. Dus wat we gaan doen is het voetenwerk, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste binnen het karate. Als het voetenwerk niet goed is, ja, dan kan je heel moeilijk uitkomen met je stoten. Dus we gaan bewegen. En we bewegen in en uit. Dus, hop, weet je om in en uit te bewegen? Heel goed. Nou, dat kan ook twee keer, om je afstand te verkleinen. Het kan zijn dat je dan op de tweede moment maatje een kisami maakt. Je ziet ook dat je dan heel goed uit moet komen met je passen. Ja, dat is denk ik al een van de belangrijkste dingen die er is. Goed uitkomen en daarna de techniek maken. Ook met het andere been voor. Trainen natuurlijk als we beginnen weer is gewoon met enkel. Dan dubbel. En dan uiteraard met de techniek.